Spelen, dat heet Het Vuur. En het refrein, dat is best wel makkelijk. Het gaat zo: het vuur, ja het vuur, ja het vuur. Dus als je denkt van, nou ik heb een heel goed geheugen en ik kan dit onthouden, zing dan vooral met ons mee. Het wordt vanzelf duidelijk wanneer het vuur draait. Ja, het vuur, goed. Het
Het vuur, ja, het vuur, ja, het vuur. 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 Dan het volgende nummer, dat is een nummer dat jullie misschien wel kennen. Whiskey in the Jar gaan wij spelen. Zijn we er klaar voor? Ja. Super. Ja. Dit is een nummer, die gaat erover. Soms dan ben je op een plek, of dan ben je met iemand en dan denk je, ik wil niet op deze plek zijn, of ik wil niet bij deze persoon zijn. Dus het gaat een beetje om je gevoel volgen. De zin. Oh.
mensen misschien kennen, de Wild Rover. Want er kan bij worden geklapt. Ja, dat wijst denk ik vanzelf. Zullen we hem gewoon gaan doen? Ja? Klaar voor? Ja. I've been a wild rover for many years. And I spend all my money on whiskey and beer. But now I'm rich with gold and crystal. And I never will be the wild rover no more. And it's morning. Morning, never no more. Yeah.
te slaan. Om in de auto te
Zeg, nu ben ik benieuwd. Hebben jullie eigenlijk al een beetje een leuke dag gehad in de Efteling? Ja. Ja? Hebben jullie al veel avonturen beleefd? Ja? Wie van jullie is er allemaal een wolf tegengekomen vandaag? Ja, waren jullie bang? Goed zo. En wie van jullie heeft er vandaag allemaal al een draak gezien? Waren jullie daar bang van? Jij wel. De rest niet? Goed zo, dan hebben we al wat helder op het plein. Heel goed. Kom allemaal maar wat dichterbij hoor. Zoek maar een plekje hier tegen de touw aan. Zeg, nu ben ik benieuwd. Nu die er allemaal zo lekker bij zitten, leg de touw maar even neer. Laat de touw allemaal maar lekker liggen. Dan kan hij ook niet in de war raken of mijn zwaardvechters ze ook niet meer uit de knoop halen. Dan zijn ze niet zo goed in aan. Goed zo, jij zit er ook klaar voor? Zo, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd geworden. Zijn jullie eigenlijk klaar voor nog een avontuur? Ja! Ja, dat heb ik niet gehoord. Zijn jullie klaar voor nog een avontuur? Ja! Zwaardvechters, horen jullie dat? Volgens mij zijn ze in slaap gevallen. Laat dat nog eens één keer horen, maar dan zo hard dat ze dat op alle andere acht pleinen kunnen horen. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Zo hoor ik het graag. Wij kunnen er ook klaar voor. Nee. Anders zijn jullie er klaar voor. Zeker. Laten we beginnen. Wie van jullie is er al eens ooit in de magische stad Ravelijn? Vingers. Ja, ik zie heel wat bekende gezichten. Heel goed. En voor degenen die er nog niet zijn geweest, wie van jullie gaan er allemaal nog naar Ravelijn? Open vanavond. En wie van jullie kent mij al? Kijk, open al. Dat is een goed teken. Nou, voor de enkeling die mij nog niet kent, mijn naam is Ruiter Thomas. En ik ben de vuurruiter van de magische stad Ravelijn. En ik kom jullie vanavond laten zien hoe ik het leren zwaard vind. Want als jullie naar Ravelijn gaan, past dat wel goed op. Want in Ravelijn kan het gevaarlijk zijn. In Ravelijn zijn er namelijk gaffers met grote scherpe bekken. En in Ravelijn zijn de wachters van Graaf Olaf die overal op de loer liggen. Wie van jullie zouden met een draak durven vechten? Kijk, dat zijn de dapperen. Zal ik jullie vertellen dat ik in Ravelijn ooit heb moeten vechten met een draak met wel 5 koppen? Dat kon ik natuurlijk niet zomaar. Dat hebben zij me geleerd. Dankzij hen heb ik leren vechten tegen gaffers, tegen de wachters van Graaf Olaf en zelfs tegen draken. En zo kon ik Graaf Olaf verslaan en Ravelijn bevrijden. Alwin, mag ik? Ik kan niet naar Ravelijn zonder te kunnen zwaardvechten. En daarom heb ik speciaal voor jullie 2 van de beste zwaardvechters uit Ravelijn meegenomen. Dit is Daniel en dit is Alwin. Wat denken we ervan, jongens? Zullen we ze eens wat laten zien? Ja, oké. Daar gaan we. Let's go. Snel, slim en dapper. Alleen zo kun je een echt duel winnen. Kijk maar. Look!
jij. Oké. Goed gedaan, jongens. Geef ze een applaus. Toen ik voor het eerst in het wandelingenkamp van Ravelijn kwam, toen kon ik nog helemaal niets. Het had zelfs nog nooit een echt zwaard vastgehouden. De eerste dag leerde zij me hoe ik het zwaard moest vasthouden. Met twee handen, rechts boven en links boven. De volgende dag leerde ik hoe ik met het zwaard moest omgaan. De dag daarna leerde ik mezelf verdedigen tegen aanvallen van boven en beneden. De dag daarna leerde ik dan eindelijk hoe ik moest vechten met een zwaard. En op de laatste dag, leerde ik mijn eigen kracht kennen. En leerde ik dat ik niet bang hoefde te zijn. Zeg, wie van jullie zouden willen leren zwaard vechten als echte held van Ravelijn? Jongens, jullie moeten jezelf wel even laten horen. Wie van jullie willen leren vechten als een held van Ravelijn? Fantastisch, ga allemaal maar staan op je plek en doe maar mee. Ga maar staan. Pak je zwaard er maar bij. En als je geen zwaard hebt, doe maar alsof je een zwaard vast hebt. Met twee handen. Rechts boven links op de weet ik. Heel goed. En stel je nou eens voor dat er voor je neus een grote gevaarlijke draak staat. En die wil vuur naar je gaan spuren. Dus we moeten hem eerst afleiden. En dat doen we door in zijn vleugels te pikken. Doe maar mee. Eerst een ene vleugel. Ha! Dan zijn andere vleugel. Ha! Ene vleugel. Ha! Andere vleugel. Ha! Oh jongens, de draak wordt boos en hij wil naar ons bijten. Maar net op tijd stoppen we ons zwaard in zijn bek. Ha! De draak probeert zich los te rukken. Ha! 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 Trek je zwaard los uit zijn bek. Ha! We houden de draak op afstand door een tik op zijn neus te geven. Doe maar mee. Tik op zijn neus. Goed zo. En dan geven we de draak een klap op zijn kleine teen. Want de zwakke plek van de draak, jongens en meisjes, is altijd zijn kleine teen. Zwaard omhoog. En in één rechte klap naar beneden en klap op zijn teen, daar gaan we. Ha! Heel goed jongens. Helemaal niet slecht voor een eerste keer. Dat doen we nu nog één keer, maar nu iets sneller. En daarbij geven we bij de laatste klap op zijn kleine teen een hele harde schreeuw, zo hard als dat je kan. Dan gaan we zwaard erbij. Goed zo. En dan gaan we. Prikken ze vleugels. Ha! 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 Zwaard is er weg. Neus. En met een schreeuw een klap op zijn kleine teen. Ha! Heel goed jongens, goed gedaan. Fantastisch. Die draak die hebben wij verslagen met z'n allen. Maar dan. Dan sta je ineens oog in oog. En graaf oog. De kwade heerser van Ravelijn. Ja, die moeten we ook nog verslaan. En dat kan alleen met de genadeslag. Die ga ik jullie ook leren. Dus pak jullie zwaard er maar weer bij. Dan gaan we. Eerst geef je een klap op zijn ene schouder. Ha! Dan een klap op zijn andere schouder. Ha! En dan voor de genadeslag tillen we ons zwaard op boven ons hoofd. Zo hoog als dat we kunnen. En slaan we één rechte klap naar beneden. Daar gaan we. Ha! Heel goed jongens. Ik ben onder de indruk. Ik heb al heel wat zwaardvechtenles gezien. Jou Daniel. En bij jou alweer deze goed mee? Wie van jullie zou deze genadeslag samen met mij tegen een van mijn zwaardvechters durven? Ik zoek vier helden. Jij. Geef je zwaard maar even terug. Dan mag je bij zwaardvechter al in staan. Dat is toch leuk? Ja. Mijn zwaardvechter altijd staan. Hier zo. De andere zwaardvechter. Wil jij me ook komen helpen, kleine held? En zo, dan mag je het zwaard eventjes teruggeven. Die heb je zo meteen niet nodig. En dan mag jij ook naar zwaardvechter altijd lopen. Oh, genoeg. De laatste. Goed zo. Gaan we op een rij staan? Dan weet ik zeker dat jullie een heel groot applaus krijgen van iedereen. Zo. Speciaal om deze genadeslag te oefenen heb ik mijn favoriete zwaard, de Ravelijn, meegenomen. Maar nu is de vraag, zijn jullie er klaar voor om deze genadeslag te oefenen?
Ja, laat eens even horen. Ik heb het niet gehoord. En het hele plein, zijn jullie er klaar voor? Ja! Goed zo. Dan mag jij als eerste. Kom maar met me mee. Wat is jouw naam? Cato. Cato, laat eens eventjes jouw heldenpose zien. Hoe staat een held? Fantastisch, Cato. Vind ik een hele goede heldenpose. Pak het zwaar maar mee vast. Dan gaan we voorzichtig op onze tegenstander af. Blijf hem recht in zijn ogen aankijken. Dan gaan we hem eerst een beetje in de war brengen door een schijnbeweging te maken. Cato, daar gaat hij. Goed, hij is een beetje aan de rand van het veld en nu gaan we over de tafel. Eerst een klap op zijn ene schouder. Goed zo, klap op zijn andere schouder. Dan de klap van boven, Cato. Je hebt hem uit het veld geslagen, Cato. Goed gedaan, high five. Je mag terug in de rij gaan staan. Je hebt het super goed gedaan. Want nu is het jouw doel. Wat is jouw naam? Alfonso. Alfonso, we gaan eerst onze tegenstander intimideren. Dat is een moeilijk woord voor bang maken. Daarvoor mag je eerst je spierballen laten zien. Aan de tegenstander. Goed zo, tegenstander, laat jij jouw spierballen zien. Geen schijn van kans. Pak het zwaard erbij. Goed zo. Dan gaan we voorzichtig onze tegenstander naderen. Blijf recht aankijken. Dan gaan we nu over tot de aan. Dan gaan we. Eerste klap naar zijn ene schouder. Goed zo. Klap naar zijn andere schouder. Goed zo, Fonso. En van boven. Geef je over op de baard gaat eraf. Hij geeft zich over. Goed gedaan, Fonso. High five. Nog een keer. Goed gedaan, jongen. Je mag terug in de rij staan. Dan is het nu jouw beurt. En wat is jouw naam? Isha? Elisa? Isa dus. Ik vind het een mooie naam. Pak het zwaar maar mee vast. Twee handen. En we gaan ook eerst onze tegenstander bang maken. En dat doen we door heel boos te gaan kijken. Laten zien hoe boos je naar de tegenstander kan kijken. Hij wordt bang, zie je. Hij loopt al een beetje naar achter. Zullen we aanvallen? Kom maar voorzichtig dichterbij. En dan gaan we eerst klap naar zijn ene schouder. Klap naar zijn ene schouder. Goed zo, klap naar zijn andere schouder. Goed zo, en dan klap van boven. Je hebt hem ontwapend, goed gedaan. Je hebt het super goed gedaan. Je bent net als een echte held. Je mag terug in de rij gaan staan. Want het is jou gelukt om de tegenstander te ontwapenen. En nu is het jouw beurt. Kom erbij. Chila, volgens mij ben jij er klaar voor. Laat eens eventjes jouw helder schreeuw horen tegen de tegenstander. Schreeuwen, dus met geluid. Zwart als dat je kan schreeuwen. Volgens mij maak jij iedereen bang op het plein. Laten we maar snel gaan aanvallen. Pak het zwaard vast en dan gaan we. Voorzichtig dichterbij, blijf maar aankijken en dan gaan we. Klap. Goed zo, klap naar zijn andere schouder. En de klap van boven. Goed zo, je hebt hem omver geslagen. Goed gedaan. Kan je nog iets voor mij doen? Je moet me even oprapen. Goed zo, dat hoort erbij. Heel sportief. Krijg je zelf applaus voor. Goed gedaan, jongen. Dan mag je weer terug in de rij gaan staan. Kom maar. Je hebt het super goed gedaan, jongen. En dan mogen jullie daar in de rij nog één keer, alle vier, jullie spierballen laten zien aan iedereen. Want jullie zijn nu officieel helden van Ravelijn. En jullie mogen terug naar jullie familie, jullie papa's en mama's, broers en zussen. Want die kunnen jullie nu gaan beschermen. Want jullie zijn die officiële helden van Ravelijn. Maar dan wil ik ook nog een heel groot applaus voor jullie allemaal. Want jullie hebben fantastisch meegedaan en bewezen echte helden te zijn. Goed gedaan allemaal. En voor de mensen die ooit nog het hele verhaal van Ravelijn willen gaan beleven, ga dan ooit nog eens door de magische poort van Ravelijn. En voor de mensen die dit moment nog met ons willen vastleggen op een mooie foto, dat kan, want we zijn hier nog een tijdje. Maar jullie kunnen in ieder geval allemaal veilig en goed voorbereid naar Ravelijn. Dank jullie wel en veel plezier op jullie avontuur.